Hey Niels, zet de scooter daar voor binnen, ja! Nou, het is MTV Cribs. Dit is onze eettafel. Kijk, dat is onze wc. Ja. En daar staat nog een scooter. Oh, er zit geen kenteken meer op. Oh ja. Dat is handig. Hij is ook nog niet verzekerd. Waar is de kenteken? Focus. Daar? Leg hier. Oh, handig. De burn, Nou, hij staat hier al 2 jaar, denk ik. Ja, zoiets. 2 hele jaren. Helemaal wit en faal geworden, al die kapjes. Dat is toch lelijk. 2 jaar nog nul gebruikt. Ik heb allemaal schimmel op tafel. Mooi. Kom, er stond ooit een beetje vocht in. Het is droog. Katsdroog. Ja. Het is echt ruim. Mooi gedaan. Nou, we gaan de ding weer aan de loop krijgen, want hij staat hier al die tijd aan het loop. Aan het loop. Ja. Dat bedoel. Nou, we gaan even deze scooter van de muur halen, want ja, die staat hier al heel lang. Even kijken of die start. Gewoon nul. Dooi accu. Ja, maar hij staat een beetje klem. Niet meer. Hé, hey, wat? Hey, zit hier op slot. Dat is handig. Er zit zelfs schimmel in de buddy. Marco, er zat ook nog wel iets van benzine op. Ja. Ik heb gekocht met 11.000 betellen. Wat zet er nou op? 34.000. Ik vind het wel weer verder. De bedoeling. Wat zou die helpen? Dat was de hele reden waarom die hier ligt. Staat. Stond. Alleen dat. Hoe vast zit die uitlaat? Vast. Dit is de vastste uitlaat die je kan maken hebben. Kijk, want het zat een beetje spelen, want dat is mijn auto. Ja, hij hangt gewoon aan rubbers. Ja, precies. Nou, kijk, maar er komt, kijk, die bout is afgebroken. Anders hadden we het wel gefixt. Gewoon snel, alleen dat kon dus niet. Kijk, maar het is helemaal afgebroken. Ja, dat is mooi kloot. Maar de cilinder zit hier nog wel vast. Maar ja, dat is ook al 3 keer misgegaan. Aan 1 boutje. Ja, toen is de hele cilinder, hoe heet het? De uitlaat is helemaal afgebroken. Ja, dat hebben wij ook op de film. Ja, ook dat, ja. En nou ligt hij hier. Nou ligt hij hier. Is het deze? Ik niet meer. Het is ook fijn dat jij er gewoon bij staat, commentaar te geven. Ja. Dat helpt wel. Je kan de beweging wel hebben, denk ik. Je kan de beweging wel hebben, of niet? Er is toch nog een dikke toeter. Oh ja, dat klopt. Die nog doet. Volgens mij was hij zeker ingeknapt, of niet? Laat hem vallen! Ah. Oh. Of toch wel? Oh. Nee, laat hem. Oh. Ook interessante dingen. Ja, hier kan je dan afvesten. Ik heb het ding al zo vaak op een aanhanger getild. Kut, keep it up. Zou je hem niet juist de andere kant opzetten met de achterkant? Zou je hem een beetje diagonaal in dat ding hebben staan? Tada! Perfect. Er ging een kapje en hout. Er ging geen kap, bijvoorbeeld. Het is gewoon los. Oh, er gaat een stuk hout af. Ah, dat maakt niet uit. De aanhanger was toch niks. Nou, die aanhanger was duurder dan die scooter, hoor. Ja, wat? Nee. Hoe zeg? Hoe gaan we dat in doen? Ja, je moet niet in het haakje werken. Zo, dit is open los. Ik hoop niet dat hier dat oh, wacht, dit is helemaal geen andere route. Mooi kloten! De scooter flikkert er bijna uit. Hey Niels, zet de scooter even binnen, ja! Hey,
Niels? Zo bedoelden we die. Maar is goed. Dan is het toch hier nu? Ja, dat helpt wel. Hij is af. Nee. Anders moesten jullie mij wel tellen. Er staat een scooter op de brug en die moet er even af. Ik dacht nooit. Hey. Ja. Ik wilde vandaag eigenlijk opruimen. Nou, succes. Niet gelukt. Jawel, hij is van de brug af. Oh ja. Nog één keer dan. Wat? Dat was het subframe, dat is flexibel plastic. Dat is gewoon een frame. Ja, ik ga binnenkort gewoon bevallen. Kutje. Hoezo, waarom word je met een frame? Nee, de uitlaat. Ja, maar klopt. De uitlaat is niet stuk. Die raakt ook helemaal niet. Nou, dat was al zo. Ja, dat hoort zo. Ah, best joh. Nou, die kan alleen nog, dat is niet op. Oeh, mooi man. Ik vind wel dat deze scooter er gewoon verdacht goed uitziet. Voor iets wat net van een aanhanger is gedonderd. En dat nog twee jaar stilstaat ofzo. Er zitten nog blauwe dingetjes aan van die scooter. Oh, die kan ook. Oh, kijk, nog meer. Oh ja, mooi man. Daar gaat het. Kijk, daar lekt wat. Waar? Hier, dat lag er net nog niet. We hebben nog helemaal niet getest op die idee. Nee, dat klopt. Maar sowieso, oude benzine eruit. Hij lekt hem niet door. Zo zit, zat er nog benzine in? Ja. Is dat er net allemaal uitgelekt toen we hem neerlegden? Dat zou kunnen, dan moeten we even in de tank gaan kijken. Nou, dus alle oude benzine is in ieder geval eruit. Lekker. Hebben we nog nieuwe benzine? Nee. We hebben een lichte kickstart, hè, dit ding. Nou, dat weet ik niet na al die jaren. Wat ben jij nou aan het doen dan? Dat ding is toch los. Oh ja, dat klopt. Dan zullen we nog laten zitten. Die doet het inderdaad niet al de best meer. Er gebeurt wel wat. Hij ging op en neer. Ja. In krukje. In krukje. Waarom zit hier een schroefje en terug dicht? Omdat het dan goed vast zit. Ja, maar dat is te goed. Want dit is gewoon onpraktisch. Waarom zou die clipjes dan? God, van de tieve tering. Omdat de accu van Kimco nooit stuk gaat. Het staat toch op de vraag. Ja, maar dat is anders vandaag. Waarom staat die niet dan? Dat weet ik niet. Dat is eigenlijk niet. Nee, dat is helemaal niet. Die dikke bek. Ik heb ziek dat ik hem los kan drooien. Drooi je de handel maar hem los. Oh, we gaan met z'n allen op verschillende punten aan de ding sleutelen. Fijn jongen, echt heerlijk. Hij gaat niet los. Mijn bek al. Huh? Ja, maar je moet hem ook los draaien, Jim. Je bent echt dom. Godver. Er is helemaal niks aan de hand. Ah, oh, nee. Er zit ook een gaten onderin. Dus het loopt straks zo op. Oh, helemaal. Dan kun je de vloer schoonmaken. Ah! Er zit allemaal zand op. Een beetje dikke bek. Nee, ja. Ik voel allemaal roest op mijn hand vallen. Oh, lekker. Waarom hebben we de ding nooit eerder goed vastgezet? Dat is het. Dat was het enige probleem van die scooter. Ja, dat weet ik ook niet. Met je dikke bek. Je ziet het toch, schatverdomme contactslot. Ja, dat dacht ik al, maar dat wist niet. Oh, nou, dan kunnen we die sleutel ook wel missen. Ja, dan kun je ook wel weg. Nou, dat is niet echt dat je zegt van, dit gaat makkelijk. Hup, er groeit niks aan. Jongen, huh? Wat moet hij aangroeien dan? Kabelboom. Ik ben even vrij, we hebben die remschijf maar houden. Kom, merk je ook wel. Moet ik even. Kijk, hier is naar het licht, gaat dat ook lichtelijk branden of zo, Niels? Hij doet iets. Het kan ook zijn dat die bal niet eens vond. Het is niet zo overgrepen.
Oh, oh. Dat is gewoon een rijdt denk ik alleen op de remrijden. Dat is niet in de vlambak. Hé, hey, er komt rook uit. Ja, dat is sowieso die remrijden. Ja. Ja, oh, weet ik niet eigenlijk. Goeie kennis. Uitlaat zit niet goed vast, hoor. Heel gelijk. Komt zelfs daar ook onderweg. We zijn nog niet eens op de weg. We zijn nog niet eens op de weg. Helemaal blauw, jongen. Het is net alsof het helemaal in de fik gestaan heeft. Zo. Maar... hij dondert wel. Hoe lang blijft dat nog zo? En nou, moeten we nog een afsluiter opnemen of zo? Of is het gewoon goed zo? Ik vind het goed zo. Nou, die abrupte einde is van jou.